Telesuur kampt momenteel met een landelijke internetstoring. Dit betreft zowel het vaste als het mobiele internetverkeer. Janice Asraf, manager corporate communication van Telesuur, zegt dat technici reeds bezig zijn met de herstelwerkzaamheden. Ze doen er alles aan de storing zo snel mogelijk op te heffen. Op sommige plaatsen is het helemaal uitgevallen. Voor wat andere plaatsen betreft is er zeg maar stremming, dan hapert het. Maar de technici zijn al bezig de storing te verhelpen. En we verwachten dat het om en bij 2 uren duurt voordat alles al opgelost moet zijn. Dus voor de avonduren, dan is het mogelijk dat de storing is opgeheven? Ja, dat is de prognose tot nu toe. Dat het wel voor de avonduren weer in orde is. Maar hoe denkt u dat de storing is opgetreden? Dat gaat het onderzoek nog moeten uitwijzen. Daar heb ik nog geen rapportage over gekregen. Maar in ieder geval zijn ze wel nu al bezig om zeg maar het probleem aan te pakken. Dat was Janice Asraf, manager corporate communication van Telesuur. Ze geeft aan dat de storing binnen 2 uren kan zijn opgeheven. Telesuur biedt zijn verontschuldiging aan voor het ongerief.